kut als ik een keer terug achter het. Dan doen we het zo. What the fuck? Goedemorgen en weer een nieuwe vlog. De laatste etappe van de Gumball. Budapest naar Boekarest. En ook gelijk de zwaarste. 700 kilometer over Twisty Roads, wordt hier gezegd. Ik ben benieuwd. Bij de Roemeense grens. Even kijken of we hier weer doorheen gaan komen, maar het is wel heel erg druk. Hallo. Yes, 3%. En een boy in de kofferbak. Which model is? Bentley, Bentayga. New model. You know that is there a Batmobile in the rally? Yes, there is. And where is it? I think it will be behind. They will come. No, but it will come. Yeah. It's nice. We staan nu ergens in Roemenië, proberen we wat benzine te krijgen, maar er zijn een beetje te veel auto's voor de pompstations hier, want ze hebben hier maar twee aansluitpuntjes en de lokale mensen willen ook graag op tanken en die blijven gewoon dan de boel blokkeren. Dat vinden ze leuk. Dus wij wachten gewoon eventjes netjes als toerist zijn. Op de eerste lunchstop. Zoals je waarschijnlijk kan zien is het ontzettend druk. Iedereen is uitgelopen. Ik weet niet waar al die mensen vandaan komen, want het is vrij rustig hier omheen. Maar hier is iedereen ontzettend druk. Nou, we gaan even kijken of we ook nog wat te eten kunnen krijgen. Bijna iemand van de Gumball Crew plat. Ja, dit is
onderwerp. Wat een deel van doen hier. Ja. Hé, waar zit hij nou? Kidnap. Ja, en zo ziet het eruit van de onderkant als je in het publiek staat. Een enorme mensenmenigte. We hebben een lekker pizzaatje gegeten en we gaan nu ons laatste, echt allerlaatste etappe rijden richting Boekarest. En ja, daarachter ergens, daar staat onze auto. Die moeten we nog even op gaan halen. Thumbs up voor Roemenië, want echt, ze hebben hier mooie wegen, dat wil je niet weten. Ga ze eens een keertje bezoeken, is ook leuk voor de Roemenen zelf. Ze zijn hele aardige mensen ook, want overal langs de weg worden we aangemoedigd en toegejuicht. Dus, en ja, het landschap is ook prachtig, dus prima land om eens een keer een leuke roadtrip erin te maken. Nou, we gaan nog even onze laatste kilometers afmaken en mocht er nog iets gebeuren, komen we zeker terug. En anders laat ik jullie de grid aan het eind zien. Tot straks. I used to say... We zijn in Boekarest en je raadt het misschien al, we staan weer te wachten. Team 4 zit ergens achter ons, nog een kilometertje of 15. En ja, het is wel leuk om natuurlijk echt over de eindfinish met z'n tweetjes te komen. Dus even wachten weer totdat team 3 ons heeft versterkt. Zeg nou eerst team 4? 3. Oké. Okay. Nou, na veel zoekwerk hebben we het eindelijk gevonden. We gaan naar binnen. Nou, we zijn ook bekend in Roemenië nu. Nou, we hebben het gehaald hoor, we zijn er, we staan op de grid. Dit was de allerlaatste etappe van de Gumball en ja, ik ben wel een beetje blij, maar toch ook wel jammer dat het voorbij is. Het was wel echt een super, super gave week. Alles is goed verlopen, we hebben geen schades, een paar kleine boetes en ja, nog wel even een bedankje aan Bentley, want ze hebben wel echt een super goede auto gebouwd. Hij heeft zich heel goed gedragen, we hebben helemaal nul problemen ermee gehad. En ja, we zijn uitgerust eigenlijk bijna aangekomen, want die auto is fantastisch, comfortabel, snel, alles. We hebben 300 km per uur ermee gehaald en vind ik toch wel heel bijzonder voor een SUV. Dus we komen nog even bij jullie terug met alle feesten die we nog mee gaan maken, maar dit is het einde van de rit. Einde van Gumball 3000.